als diplomaat, hè, hoe kijkt u nou, als we kijken naar de status die het Vaticaan heeft, hoe kijkt u daar tegenaan, die speciale diplomatieke status die zij ook hebben? Ah, die is belangrijk. Het hoort bij het internationaal diplomatiek verkeer. Ik heb ook vaak de Vaticaan als waarnemende lidstaat, dus die dus bij de VN-vergaderingen zit, invloed zien uitoefenen, besprekingen. En dat wil niet zeggen dat we het er altijd mee eens zijn, maar dat is met heel veel mogelijke landen of waarnemende lidstaten zo. Dus het gaat uiteindelijk vaak om de dialoog, de zoektocht naar de oplossingen, wat passend is. En bij onderhandelingen welke dan ook. In Nederland of elders, het gaat niet altijd om je eigen gelijk te halen. Het gaat om een heel aanvaardbaar compromis te kunnen vinden. Ja. Nog heeft uw collega Sophie in het veld in het Europarlement die status onterecht gevonden van het Vaticaan. Ja, dat heeft zij destijds gevonden. Ja, oké. Okay. Maar wat vindt u daarvan? Ja, ik kan me over veel dingen opwinden. Dit is er niet één van. Oké. Okay.